We spraken net met Piet de Vries, maar die had nog wel een klein wensenlijstje voor de wedstrijd. Ja, altijd. Want ja, ik zit ook 41 jaar erbij en hij ook bij Oudsparta. En hij zegt, als ik niet opgesteld word, dan zie je me niet. En dan begin ik wel eens hem ernaast, weet je wel. Maar dan zegt hij, wanneer ga ik nou? Wanneer ga ik nou? Nou, het is wel leuk, hè? Toch, als je 80 jaar bent. Hè? En want zijn vrouw heeft tegen mij gezegd en zijn dochter, belt hem niet meer, want hij heeft een hartinfarct gehad of zoiets. Maar hij wil hier doodvallen, geloof ik, of zoiets. Maar het is een heel aardig jongen, positief en hij doet zijn best. Dus we nemen hem altijd op en het is toch hartstikke leuk. Hè? Als je ziet hoe hij dat nog meedoet op zijn 80ste, dat is een petje af. Ja, maar hij gaat 2 keer in de week, loopt hij 10 kilometer. Gaat hij 10 kilometer? Ik ken nog niet met de auto, last aan. En hoe heet het? En hij tennist elke dag, dus ja. Maar zijn vrouw belt me, niet meer doen. Maar hij zegt, wat? Ik bepaal wat er gebeurt. Maar het is wel leuk, hè? Hoe is het om weer met al die, ja, om met al die ja, oud-Spartanen bij elkaar weer te zijn? Een beetje aan het verjongen. Ik heb, hoe heet het, zo nu Breuer en Calabro en Johnny Nieuwenburg, weet je wel. Die ben ik, we gaan een beetje van die oudere, we hebben een belegen groep hadden we. En nu krijgen we een jonge groep. En dat is leuk. Maar Tony Varela belde gisteren af, die wou ook graag. Iwan Redan, we hebben er nog een heleboel niet. En dat is jammer, we hebben een heel goede groep. En als we dat met elkaar kunnen krijgen, is heel leuk. Want we spelen nu 13 april, 100 jaar bestaan bij Coal. En dan hebben we een heel goede groep. Want Breuer en zo en Mendes en Silva, dat is toch leuk? Of niet? Hè? En die zijn nog fit? Ja, die zijn topfit. Ja, en daar bouwen we omheen. Arjen van der Laan, topfit. Hier zo Moerad, die moet dadelijk met de Westlandia. Anders had hij ook gespeeld. Die is ook topfit. En dat is leuk. Dat is leuk ook, weet je wel. Ik zit 41 jaar bij. Hey. Ik heb eerst met Tinus Boslaar gedaan, toen met Dennis Neville, toen met Pim Vissen en toen met Gert de Bruin. En die zijn allemaal overleden. Nou ben ik aan de beurt, denk ik. Laten we daar nog even mee wachten, hoor. Ja. Maar ja, ik ben ook inmiddels 75. Maar vind het leuk, weet je wat te doen. Maar ik ben 3 weken aan het bellen geweest, 3 weken om ze bij elkaar te krijgen. En nou blijven er nog 4, Joop Buckling, maar die komt uit Zaandam, maar die is ziek. En ik was 7:15 al weg, want ik heb wel een lenkek op wezen halen. En toen heb ik een mail thuis gehad. Ja, die zie ik niet dan en dat is jammer. En er blijven toch weer een paar weg, dat is jammer. Wat wel mooi is om te zien, hè, is als je hier inderdaad zo om je heen kijkt. En of je nou inderdaad 35, 40 bent of inderdaad 75, 80. Je ziet op het moment dat, ja, dat je het veld opkomt, het balletje gaat rollen, die twinkeling. Ja, dat is leuk. Het is bij hun ook gewoon... ik ben blij dat ik ze bij elkaar heb. En dan... Vind ik het ook leuk, weet je wel. En ik hamer het op om te voetballen, niet om te gaan peren geven. Gewoon lekker ballen. Nou, op zo'n veld. Wat is er nou mooier? En we mogen voor het eerst in het stadion wij. Want meestal spelen de bobo's, weet je wel. Maar wij mochten nooit in het stadion. Nou mochten we voor het eerste keer in het stadion. Omdat die Tine Boslaar kleedkamers gekomen zijn natuurlijk. En nou gaan we proberen om dat uit te bouwen. Hoe is het nou, als u naar het Sparta van nu kijkt, hè? Ze spelen vanmiddag dan tegen NEC. Ja, wat vindt u daarvan? Ja, ik ben een Spartaan, maar op de manier wat het allemaal gebeurt. Kijk, ik vind gewoon hoe hij begonnen is met die 5 verdedigers veel te angstig, man. Ja, en dat vind ik wel jammer. Je speelt sterk als je 4-3-3 speelt. Maar ja, ik ben niet eens met die spits die nu in Zuid-Afrika is. Het is net of hij zijn dozen nog om zijn schoenen heeft zitten. Godverdomme, ik kan geen balletje aannemen, man. Lars Veldwijk. Lars Veldwijk, ja, die wou ik niet nou noemen, maar Lars Veldwijk. Maar ik vind hem een aardig jongen, maar hij werkt niet. En dan krijg je toch, dit is de duurste speler. En hij doet het minste. Hij heeft er wel 17 in liggen, maar hij had er al 25 kunnen maken. En dat vind ik jammer, want je hebt toch een goede lichting lopen. Maar ik vind ze moeten veel meer voetballen, man. Het is angst, dat angstige gedoe, waarvoor? Is het ook zo, hè? Ja, de achterstand op Twente, ja, die is groot, 11 punten. Die moet je richten op de play-offs. Is het realistisch dat daar dan, ja, die promotie waar Sparta zo naar hunkert, dat die dan weer daar wordt gehaald? Ja, ze zijn meestal in een fase, want conditioneel zijn ze heel sterk. Zijn ze heel sterk, want dan compliment en niks ten nadeel van Henk. Maar ik denk wel eens het idee van, ja, is die bang om hem te wisselen of wat? Ja, want pas liep hij ook weer boos weg toen hij gewisseld werd. Want dan is hij op zijn pik gedrukt. Maar waarvoor, snap ik niet, want... Ik vind, en nou de laatste keer stond hij hier daarnaast. Nou, dat was de eerste keer dat ik een terechte beslissing nam. En niks aan de hand, ik ben op het top Spartaan. En toch vind ik dat jammer. Maar nu is het, ze leven er naartoe. En want ze gaan beter voetballen.
Maar ja, je hebt toch talenten, man, of niet? Die heb je lopen. Maar de eenheid, ik weet het niet. En ze willen, als ze komen maken, zitten ze allemaal op elkaar. Dus er zal best een sfeertje zijn. Hè? Maar ik vind toch, is er net dat kleine. En dan moet je niet meer met Veldwijk spelen. Heb ik gehoord dat die Turkse jongen niet de makkelijkste jongen is. Maar het is er wel eentje, hoor. Davy Zoglu. Ja, ja. Nou, die moet je toch nooit meer ernaast zetten. Vind ik. Maar ik krijg een zwaar. Het programma gaat wel. Maar dadelijk die play-offs, nou, dat wordt wat, hoor. Maar Sparta speelt altijd goed in de play-offs. He? Want verleden jaar zijn we gewoon genaaid door die twee strafschoppen. Met die VAR. Zijn we gewoon genaaid. Maar dat kost de club natuurlijk verschrikkelijk veel geld. En dan zeggen ze van ja, moet het. Maar ja. Er zijn nog een paar clubjes. Co-Ed, noem ze maar op. He? Dat is al een doelpunt gemist. Ja, jammer. Ik heb precies hetzelfde Nascimento. Ik dacht dat hij ook vandaag moest spelen, dus ik had hem niet gebeld. Die is natuurlijk trainer bij Eindhoven. Ik had hem niet gebeld, maar dan zag ik er vrijdag dat hij speelde. Dus ik heb hem gelijk gebeld. Hij zegt, ik ben er. Nou, dat is toch leuk, of niet? Hè? Dat is echt Spartaans bloed. Ja, ik vind het leuk dit. Ik hoop het nog jaren te doen.